Hallo! En welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 106. 106. 106. Ja. Ja. Ja, ja, weer een heleboel nieuwe dingetjes. Zeker. En zoals gewoonlijk had René, zich even verkeken op onze planning. En moesten we de update in plaats van over 2 dagen nu opnemen. Wat even voor wat paniek zorgde. Nou, paniek is een groot woord. Consternatie zorgde. We moeten snel update opnemen. Dus al doe het eens per maand, het blijft op de een of andere manier nog een heel gedoe. Hey, heb je een horloge? Ja, moest dus mooie horloge. Mm-hmm. Ik zal hem eventjes een bepaalde tijd zetten, dan mag je even aan de tijd denken, René. Ik mag aan de tijd, willekeurige tijd? Ja. Kijk maar uit. Ja, is goed. Heb je er een? Ja. Ja. Zou je hand op willen doen, René? Mag ik het horloge vasthouden? En ik wil je vragen om aan een bepaalde tijd te denken. Die tijd die ik net in gedachten heb, moet ik nu aan denken. Die je net in gedachten had. Oké. Okay. Ik hoef het niet aan jou te zeggen, maar alleen maar eraan te denken. Ja. Oké. Okay. Mooi. Oké. Okay. Ik heb een tijd in gedachten. Wat was jouw tijd wanneer? Mijn tijd was 8 minuten over 8. Zou sterk zijn als dit horloge zo meteen over 8 zou staan. Dat zou helemaal geweldig zijn, of niet? Dat zou heel sterk zijn, want ik heb de willekeur gekozen. En je hebt nog al wat keuzes uit uren en minuten. Prima. Serieus? Hè? Het staat inderdaad op 8 minuten over 8. Oké. Okay. Maar dat is natuurlijk wel heel cool. Ja. Dus jij weet eigenlijk elke tijd die ik een gedachte neem. Ja, bewijzen van wel. Bewijzen van. Nee, maar als ik had gezegd 17 over 5, dan was het 17 over 5 geweest. Daar dat komt het neer, hè? Ja, dit is... Nee, maar dit is The Watch. The Watch. Ja, als je op Facebook zit en het goochelen volgt, dan heb je wel gezien dat dit een van de meest besproken items is van de laatste 2 weken. Ja, dat is een mooie design erbij. Ik weet niet. Heel veel gedoe erover. En dat bedoel ik niet in de negatieve zin. Direct, maar er is heel veel gedoe over. Want er zijn meerdere horloges momenteel op de markt die met dit tijdeffect te maken hebben. Niet die exact hetzelfde doen, wil ik zeggen, maar je hebt heel veel horloges op de markt. Wij hebben ook al, we hebben ook al 3 soorten nu, waarbij een toeschouwer een tijd noemt en dan staat het horloge erop. Ja. Wij hebben de Infinity Watch, hebben wij. Daar heb je hetzelfde effect, alleen dan houdt de toeschouwer heeft het horloge zo vast en jij ziet het horloge. De toeschouwer noemt hem tijd en dan staat het horloge daarop. Yes. €165. Hebben we ook volgens mij al een keer een update gedaan. Ja, hebben we een keer gedaan. We hebben de Traveling Watch. Traveling Watch. Ja, zoiets. Ja, ja, Time Traveling Watch. Time Traveling Watch hebben. Hetzelfde idee waarbij je zelf het horloge zo vasthoudt. Toeschouwer noemt een tijd. En je laat het zien en het staat op de tijd. 199 heb ik in mijn hoofd, maar check het even op internet. En dit is de Watch. Ja, de Watch is toch eigenlijk... Kijk, voor de mensen die het hebben gevolgd een beetje, er was de Turner Watch. Dat is eigenlijk ook een vergelijkbare horloge. Ja, waarbij de aansturing om de tijd, want de tijd weet je niet echt, zeg ik er even bij. Jij bepaalt dat die tijd ingesteld wordt. En dat gaat bij de Turner Watch tot nu toe of via je mobiele telefoon. Of via een extern kastje wat je nog kunt bijkopen. Zijn ze mee bezig. En ik denk dat Joe Miranda nu in dit gat is gesprongen en gezegd, ik maak het pakket compleet. Er zijn toch wel flink wat klachten over Turner Watch, wat wij hebben gehoord, dat er vaak geen verbinding is. Dat mensen tijdens het optreden geen verbinding hebben met het horloge, omdat het Bluetooth is. Daar weet ik niks van. Ja, check hem maar eens. Echt. Er zijn toch wel veel mensen die een Turner Watch hebben verkocht, omdat dit er nu is. Omdat die dit stabieler, die dit nu gebruiken, stabieler vinden. Maar goed, het is pas op de markt, dus ook hier zullen misschien best wel ergens een keer iets wegvallen. Maar omdat dit de verbinding is die bij elkaar hoort, kan die niet wegvallen. En dat is het voordeel van deze verbinding. Ja, wat je ziet, dat zie je eigenlijk op de doos. Of wat je krijgt, zie je op de doos. Het is super gemakkelijk. Het is niet aan te raden om het te doen waar het muisstil is. En het heeft ermee te maken dat het horloge in combinatie met het hulpmiddel geeft jou precies aan wat er gebeurt. En of iets gebeurd is en of alles klaar is. En dat voel je, maar dat hoor je ook als het heel stil is, zeggen wij. Kunnen we straks wel nog een keer? Nee, dat doen we niet nog een keer. Maar dat is zo, dat weten wij. En dat zeggen ze namelijk eerlijk in. Maar het is ook goed, want je wil graag weten of het horloge op de juiste tijd staat. Nou, er zijn een aantal modellen. Check dat ook even op onze website. Dit is de Classic Chrome. Hier zie je de Classic Black. Het gaat om het schijfje, de wijzerplaat. En we hebben de Classic White. En is dit wit, is dit bruin. Yes.
Prijzen van deze horloge €495. Wel inclusief garantie. En zoals alles met Joe Miranda, als er ooit iets is met een Joe Miranda product, je kan hem echt gewoon via Facebook of een berichtje sturen of via e-mail of je stuurt ons een berichtje, kan ook. En hij regelt het echt super snel en super goed, dus je hoeft je geen zorgen te maken over de after sales, zoals wij het noemen. Absoluut een aanrader. The Watch. The Watch. Ik leg me hier neer. Beetje veilig. The Watch. Dan heb ik nog iets heel anders. Het is een, is wel dat, een grote item. Is dat Madonna? Ja, zolang je niet gaat zingen. Even kijken. Dit is een hele grote pop. Ik zal even uit de kleedkamer halen. Zie. Grote pop. Ik zet ze even terug erin. Want het is een kleedkamer. Sorry dat ik even ervoor moet hangen. Maar we zitten er eenmaal aan een tafel hier. En dat is eigenlijk niet zo heel handig misschien. Maar toch. Ik zet ze er in de kleedkamer. Zo. Ze heeft een mooie witte jurk aan. Maar als we er nu een rode jurk onder de arm stoppen. Op deze manier. Zo. En je maakt het gordijntje helemaal dicht op deze manier. Dan kun je nou proberen om die pop te laten verkleden. Een soort quick change, maar dan in de kleedkamer. Doe je dit. En als je het gordijntje openmaakt, heeft de pop nu een rode jurk aan. Dat is grappig. Als je nou, sorry dat ik even uit beeld ben. Ik moet even weg gaan staan. Als je nou de blauwe jurk onder de arm stopt, maak je hem dicht wederom. En dan geloof je het niet. Je denkt dit. Ta-ta-ta. En de pop heeft een blauwe jurk aan. Kun je ook uithalen als je wil. Dit is de Dress Change Illusion van Tora Magic. Natuurlijk kun je er een veel beter en langer verhaal van maken. En uiteraard, na elke show, hoef je niet alles in de was te gooien om te verkleuren. Is het terug weer wit. Dat wordt het idee, kun je weer meteen beginnen. Hé, hey, is het rode jurkje ook weer. Ja, dit is de Dress Changing Doll. Uiteraard niet geschikt voor close-up of voor zoals wij het hier vertonen. Maar meer voor toneel, voor kindershows. Het is super degelijk. Gemaakt van hout. Mooi gedecoreerd. Mooi afgewerkt. Mooi systeem. Van Tora Magic compleet met heel moeilijk ook. DVD, ja. Het is echt super gemakkelijk ook. Het is wat klungelig zoals we hier nu zitten. Maar we hebben gewoon even daar de ruimte niet voor op deze plek. Kost €199. Mooi ding. Mooi gemaakt. Maar nogmaals, je moet er verhaal van maken. Maak er een act van 5, 6 minuten. Niet zoals ik het nu doe, even hop. En we hebben dit niet echt geoefend. En als je erachter staat, is het beter te bedienen dan dat je er overheen hangt. Dan weet je dat wat je hebt gezien, mogelijk gezien hebt, niet direct aan de truc ligt, maar aan mijn vertoning hier, omdat het wat onhandig is. We gaan lekker erheen. Spelkaarten. Ja. Mes. Ja. Let goed op, nee. Tada. Ja, op zich lijkt me dat niet zo bijzonder, want je hebt net het spelkaart niet laten zien. Dus als daar een spelkaart in zit, met een gat. Nee, zou je handen even op willen doen? Niet zo bijzonder. Even op het hout. Zo de ju. Dit is echt gewoon een compleet metalen blok. Er is wel een speciaal mes bij, als je kunt buigen. Okay. Ja, als je stond, ja. Ja, knife through steel blok. Even kijken hoe het heet. Zoiets, ja. Heel mooi, de verpakking gaat er even niet bij liggen. Schitterend mooi gemaakt ook. Super makkelijk te doen, verbazingwekkend. Ja, mensen mogen het checken. Ik persoonlijk zou het niet doen, want waarom? Er valt een metalen blok uit, dat is nooit wat jij doet. Vond ik ook mooi op je hand, klaar dat het op tafel valt, op je hand. Ik bedoel, mensen zien dat het een metalen blok is, dat het dicht is, dat het massief is, klaar. Waarom moet je het laten checken? Niet nodig. Maar het zou wel kunnen, maar het is niet nodig. Schitterend mooi gemaakt, zonder mes. Je krijgt het blok, je krijgt doosje. Een doosje en video instructies voor de prijs van €39. Dus ook qua prijs zeker niet verkeerd. En op een schaal van 1 tot 10, hoe makkelijk dat is, laat dan 10 het makkelijkste zijn, zitten we op een 9,5 denk ik. Toch? Als je een mes door een doosje kunt steken. Ja, even voor de duidelijkheid, je zou het eventueel met andere dingetjes kunnen doen, hè? Met andere dingetjes? Een munt of wat dan ook. Oh ja, je zou inderdaad, wat jij zei, was een idee van jou bijvoorbeeld een halve dollar er doorheen laten vallen. Dat je door het doosje, dat je, als je het gaatje het groter maakt, echt doorheen valt. Ja. Of, hoeft niet per se een mes te zijn. Ja. Het kan best een voorwerp zijn tot een centimeter of 5, 6 breed zelfs. Als je een breed plaatje hebt. Ik denk zelfs een dubbelgevouwen speelkaart, een lengte.
kun je ook doorsteken. Nou, ook een, haal je uit de doosjes, misschien wel mooi. Kunnen. Haal je het spel, een kaart, vouw je dubbel, steek je er dwars heen. En trek je er heen en dan haal je blok eruit. Zou kunnen. Zo je. Ja, Night to Steel, to Steel Block, 39 euro. Dan heb ik hier nog 3 munten. We doen het even voor het gemak. Een koperen munt, een zilveren munt en een goudkleurige munt. Nu even de Chinese. Maar je mag het ook goud noemen, maar we doen het Chinese. Ja. Mensen moeten allemaal controleren, het is echt gewoon normale munten, geen gimmicks of wat dan ook. Een soort puzzeltje maken, een soort razeltje. Ik haal 1 munt uit. In dit geval koper. Nou, wat zal die dan nog in de hand hebben? Ja, wat heb ik dan nog in de hand? Ik denk een Chinese en een zilveren. Heel goed. Het is gewoon een kwestie van kijken en onthouden, maar goed. Maar je moet ook een nieuwe bril hebben. Okay. Ja, dat geldt ook. 2 munten haal ik eruit. Ja. Zilver en Chinees. Zilver en Chinees. Wat blijft er over? Brons. Koper. Ja, koper. En die bruine munt. De bruine munt, de koper munt, inderdaad. Nog een keer. We hebben koper, zilver en Chinees. Ik haal er eentje uit, in dit geval de koperen munt. Wat blijft er over? Chinees. Nee, de koperen munt, want hier heb je de zilveren en de Chinees. Maar hebben ze natuurlijk met 3 munten ook. Ja, laat ik laten zien. Je hebt dus 3 munten. Je haalt er eentje uit, in dit geval de koperen munt, haal je uit. Dan hou je dus over. Chinees en zilver. Nee, dat is je snapt het niet helemaal. Ik zal het één keer doen. Wacht even. Ik ga het langzaam doen, misschien is het duidelijker. Je hebt 3 munten. Je haalt er eentje uit, in dit geval de koperen munt. Koperen munt. Ik zal hem echt wegleggen voor het idee. Wat blijft er dan over? De andere twee. Nee, de koper, want weet je, we kunnen dit stoppen. Dus het ziet toch niet op. En de mensen moeten allemaal checken als ze willen. Het zijn gewoon normale munten. Ook deze, super gemakkelijk te doen. De routine die je hier zag, die krijg je erbij. Het zijn dollarformaat munten. Mooie grote munten. Mooie munten, ook heel mooi gemaakt. De prijs van 89 euro. Copper Silver Brass heet het. CSB heet het op de website, dat is afkorting. Maar er is veel meer mee mogelijk. Als je het filmpje ziet wat erbij staat, laat Jupiter daar hele coole moves mee zien. En er zijn toch wel best wat goochelaars die routines daarmee hebben. Karel Heijn ook, hè? Die had een routine mee. Ik kan even nadenken. Er zijn een paar goochelaars die... Patrita, ik weet even de naam niet precies, maar die heeft ook een hele mooie routine. Wie zei? Weet je niet meer. Patrita of iets heet die, in Spanje daar staat. Dat zeg ik even niet, maar... Ik heb in ieder geval hier ook een lezing gehad dat mensen inderdaad iets hiermee deden en dat dan ook verkochten en dat wij het ook verkochten. Orient Express, dat is ook een mooie routine. Ja, dat is ook een beetje vergelijkbaar. Dus je krijgt de routine die er standaard bij zit en de munt uiteraard die je hier ziet voor de prijs van 89 euro. Maar het is wel professioneel gemaakt. Mooie, goede kwaliteit. En een mooie doosje ook erbij. Ja. De Copper Silver Brass. Let op, we hebben 2 versies op de site. Copper Silver Brass van Tango Magic, zijn kleine muntjes. Ook mooi hoor, maar anders dit is gewoon groter, visueler, wat chiquer. Alright. Nou zijn we toch bezig met oriëntatie dingetjes. Daar heb ik hier ook wat meegenomen. Het is een stoplicht, zoals je kunt zien. Ja. Rood, geel of oranje, zeggen ze ook wel eens. Ja, of geel. En ja. Woud op geel. En groen. Ja. René. Ja. Ik heb hier dus groen, geel en rood. Ja. Hoe ziet een stoplicht eruit? Die is onder. Groen. Ja. En dan? Geel. Staat er ook op, dat is makkelijk. Ja. En dan? Rood. Rood. Ja. Dus als het goed is, heb je dan ook een... Zet er even een andere... Deze is kapot, denk ik, die staat. Goed. Wacht even. Ja, de volgorde klopt niet. Wacht even. Groen? Ja, eerst groen. Groen, staat er ook op. Staat er op. Groen. Dan geel. Ja. Nou, ze zaten er wel, maar dan rood. Rood, toch? Ja. Maar dus, ik ben al zelf te twijfelen, ben ik laatst rood in je reef, volgens mij. Ik denk dat hij de fang is. Ik weet niet, maar het, dat matcht in ieder geval niet met dat. Wacht even. Het is eerst groen. Groen. Dan geel. Maar die rode, volgens mij, dat is de bal die steeds op de verkeerde plek ook zit, zeg maar. Goed, Niels en René. Deze? En hij is verdwenen. Pak ik. Ja, dus duidelijk. Waar is hij dan verschenen?
Ik heb eigenlijk geen idee. Tada! Huh? Sorry. Oh, dat leek wel, oké. Okay. Ja. Superleuk ding. Ja. Superleuk ding. En voor het geld ook, volgens mij 25, denk ik. Volgens mij 22,50 in mijn hoofd. Ja, we hebben deze op het laatste moment even zo... Bijgepakt, ja. Bijgepakt, maar uit mijn hoofd 22,50. En hij heet Yuckertube Small, dacht ik, hè. Small version, Yuckertube Small version. Ja, als je Yuckertube bent... Komt echt dan weer zaten. Oeh, zit je Leon, die moeten we er even bij pakken. Ja. En normaal hebben we een mooi briefje hier voor ons aan, dat zien jullie niet, waar prijzen op staan en met artikelen. Maar die staat er niet bij. Maar als het goed is, is die klopt de prijs. Zo niet, staat die juiste prijs alsnog onder in beeld nu. Groen. Ja. Dank je. Nou goed. Ja. Nou begin ik echt te twijfelen of ik vanmorgen door rood gereden ben of dat het toch goed was. Zie ik vanzelf wel, hè? Ja, dan kan ik vanzelf achter staan, kamer 1. Ja. Ja, superlichaam en metalen koker. Mooi gedecoreerd ook. Eigenlijk niks van te zeggen, want we hebben ook de grote yoghurtube natuurlijk. 120, 130 euro. Met een verdwijnkastje en alles erbij. De Van Wisselzak. De zak die je net zag, zat er niet bij. Dat is apart. Dit is de changeback deluxe, is het. Of de zipperbag. Uit mijn hoofd ook erbij gegaan. Ik geloof 59 euro of zo in die richting. Pantora Magic, maar dat zien we zelf op de foto's op de website. Check even de naam en prijs. Nogmaals, dan zet ik hem hieronder even in beeld. Dat was dat. Ja, dan heb ik laatst op een veiling iets gekocht. Daar ben ik wel trots bij. Ik wil het gewoon even laten zien. Het is niet echt een truc. Het is een oude agenda van Houdini. Houdini bleek toch best een spiritueel iemand te zijn. En hij... noemde de dagen vaak niet bij de naam. Het is niet maandag of dinsdag. Of datums, moet ik zeggen ook. Maar hij zei, kijk vandaag buiten, een beetje een trieste dag. Zei hij, nou, ik vind echt een ruitendag. Dat is gewoon echt niet zo heel fijn. En als ik kijk wat punten, niet veel. Zou ik zeggen, ruiten 3. Weet je wel, niet 2. En dan had hij de agenda en schreef op. Vandaag is het bijvoorbeeld 21 mei. Als we het opnemen, ja. Bijvoorbeeld 21 mei. Zet hij, hup, ruiten 3. Ik noem iets geks. Maar, dat is even anders. Noem jij bijvoorbeeld... neem even een datum en gedachte die ik niet kan weten. Ja. Heb je eentje? Ja, trouwens, ja, ik heb ook eens een paar kaarten erbij, voor duidelijkheid niet. Leg zo meteen uit wat dat is. Welke datum had je in gedachten? 9 oktober. 9 oktober, oké. Okay, ik kijk even niet bij oktober, maar puur op het idee. Overal staan verschillende kaarten, zie. Ja. Kun je het duidelijk zien? Oké. Okay. Ik geef je even de agenda. Zoek even jouw datum op. Want het is namelijk leuk, in het kaartspel, er zaten allemaal verschillende kaarten. Ik heb ook gezien, alles hartstikke verschillend. Moet je even kijken of je jouw... Jazeker. Heb je gevonden? Ja, ja. Heel mooi. Dat is mijn vraag natuurlijk. Moet je even laten zien aan de mensen thuis? Oh ja, dat mag. Als je wil. Kun je het zo kunnen zien? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Het is namelijk zo... die agenda was niet hetgeen waarom ik... dit kocht. Dat klinkt vreemd. Maar in die agenda, die was niet deze kaart, maar zat een kaart, zat zo voorin en daar stond zijn naam op. En die wilde ik graag hebben, maar die zat los in de agenda. En ik was bang, als ik die agenda zou meenemen, weet je wel, dan heb je dus dit, zeg maar. Ja, die blijft natuurlijk net zitten. Dat die kaart eruit zou vallen, of dat die zou vouwen, of wat dan ook. Dus ik heb bedacht, als ik die kaart van Houdini nou gewoon tussen andere kaarten bewaar, dat is beter. Ik ga laten zien. Hij zit er ook tussen, kun je ook zien. Zie je? Dan blijft hij mooi plat. Zie je, zegt zijn naam staat ook op zijn handtekening. En dan is mijn vraag natuurlijk, Leon. Je had net bij je datum had jij een kaart staan. Ja. Welke kaart stond er, zat erbij? Klavervrouw. De Klavervrouw. Oké, okay. Ik zie hier, even het idee. Is het trouwens echt een normaal kaartspel? Zeg er even bij als ik ook daar zijn. Hè? Ik zie daar geen Klavervrouw bij zetten. Enig idee waarom? Omdat dit de kaart met het ding erop in een andere kleur de mooi. Klavervrouw is. Dit is zoals het eruit ziet als je het zou doen. Dus zo is het effect. Ik weet wel dat het een beetje een regenachtige dag was. Dus ik zat zelf te denken aan een ruitachtige dag. Ja, ja. Okay. Houdini's Diary heet dit. die zit ook niet op de lijst. Maar uit mijn hoofd 35. Doe ik even. Uit mijn hoofd. Ik val wel mee voor een agenda van 1920. En met een handtekening van meneer erbij. Dat bedoel ik. Houdini Diary. Ik vind het een leuk ding. Je hebt even een reset daarna. Dat wil zeggen, je zegt dat je
10 seconden reset hebt. Dus van tafel naar tafel gaat niet lukken. Dan moet je echt even resetten. Maar het is een leuk effect. En dit ook. Maak er een goed verhaal bij. Leuk verhaal bij. Zoals eigenlijk hoort bij elke truc. En je hebt een prachtige routine. Ja. Oké. Okay. Heb jij nog iets liggen? Jazeker. Oké. Okay. Of liggen. Ik heb hier iets. Iets hangen namelijk. Ik weet niet of je kunt zien. Dit is namelijk een. Een munt. Oké. Okay. Die zag ik even 1920. Nee. Bijna goed, 1972. 1972, oké. Okay. En, hier zit er nog eentje, zie ik. Het zijn al twee munten. Ik weet niet wat jij de laatste tijd aan het doen bent met updates, maar je haalt overal munten uit de lucht, de laatste updates. Maar ik weet dat ze deze truc in China doen, maar dan gebruiken ze in plaats van de Amerikaanse munten, gebruiken ze Chinese munten. Soms ook een andere kleur had ik gezien. Waarom weet ik niet, zou een andere waarname. Soms verandert die dan ook weer, heel raar. Soms veranderen ze weer terug naar Amerikaanse munten. Dat is mijn 1. Oeh, dat het chocolademunten waren. Dat had je van tevoren kunnen zeggen dat het niet het geval was. Een 2. En dan heb je de laatste munt. Mijn 3 eventueel. En als je wil, zou je ze ook op verschillende plekken weer tevoorschijn kunnen halen. Dat is 1. Dat is 2. 3. En dit is. Colors. Ja, Colors, dat zijn Amerikaanse munten. ja, Colors. Colors coin heet bij van M2G, en die maken het. Maar dat is Colors coin. Ja, schitterend. Ja. Een mooie routine. Mooie munten. Ja, je hebt echte munten van echte Eisenhowers gemaakt. Ja, dus inderdaad geen replica's. Je hebt in de vorige update misschien Vegas Dream gezien. qua munt lijkt het erop. Ja. Maar je kunt deze routine nog niet meer doen. Nee, je hebt hier allerlei verkleuringen in zitten en die kun je niet met Vegas Dream. Dus hier heb je nog veel meer eigenlijk in zitten dan de Vegas Dream routine. Ja. Vegas Dream is een tandje makkelijker. Ja. Laat ik dat er wel bij zeggen. Maar als je Vegas Dream eenmaal onder de knie hebt, is deze ook weer makkelijker. Omdat je dan eigenlijk de logica te pakken hebt. Maar Vegas Dream had ik zo even onder de knie. Deze wilde Leon mij vorige week even uitleggen. Goed, toen kwam er ook klant binnen. Het was ook niet handig. Maar die dacht ik al, oké, die is een stukje ingewikkelder dan de Vegas Dream. Maar je krijgt er een instructievideo bij, uiteraard. En de originele, inderdaad, Eisenhower munten. Ja, en dat vind ik, ja, persoonlijk, ik hou van echte munten. Ja. Ik ben niet zo van een replica, ja. Dus ik ben er wel blij mee. Ja, super kwaliteit. En deze is ook goedkoper dan Vegas Dream. Vraag me niet waarom, maar hij is goedkoper. Ja. €59 in plaats van €69 voor Vegas Dream. Schitterend mooie maat. Dus aanrader. Als je munten dingen houdt, je hebt gezien, de verkleuring als erbij. Schitterend mooi. Ik ben helemaal met je eens. Dan heb ik heb hier één dingetje liggen. En dat is dit envelopje. Ik heb ook 2 dobbelstenen. Nou, en voor het idee, dobbel er even mee, want het zijn hele mooie dobbelstenen. Je zou bijna denken dat er iets meer is. Zou ik denken. 4-5. Nou, gooi hem een paar keer wat voor het idee. 4-1. Oh, 2 keer de 4 is wat te wel. 5-2. Ja, oké. Okay. Dat is ook wel grappig. Oh, we kunnen 7 hebben, kan daar. Hey. Wat? Ja, dat is toeval. Goed, oké. 8. 8. Normaal zeg je, toeschouwt niet erbij. 4-1. Ja, ik bijna. Maar het zijn gewoon het zijn echt normaal dobbelstenen. Ja. Ik heb ook nog een kaartspel. En dat kaartspel, zal ik je even laten zien wat daarmee is. Dat zijn namelijk allemaal gewoon verschillende rugzijden, zoals je kunt zien. Zie ik ook gewoon echt zien. Zijn ook gewoon verschillende rugzijden, staat erop. Beeldzijden zijn ook allemaal gewoon verschillend, zoals dat hoort in een kaartspel. Zie je zelfs een beetje kleurverschil. Dat komt gewoon dat de kaarten echt uit verschillende kaartspellen gehaald zijn. Dus ze zijn niet allemaal dezelfde kleurstelling, het is echt een verzameling kaarten, zeg maar. Leon, jij mag met de beide dobbelstenen rollen. En het getal dat jij gooit, dat gaan we, de zoveelste kaart gaan we opzoeken. Liefst vandaag. Oké. Okay. Ja, anders wordt het update erbij. 4. En wil je dat ik de kaart van boven ga tellen of van beneden? Doe maar van boven. Van boven. Ja. Dus jij zegt 1, 2, 3, 4. Deze kaart dus. Ja. Oké. Okay. Leggen we die hier even neer. Zo. Dan draaien we het spel. Ja, strak hè. Strak, pas maar mooi hier. Dan draaien we het spel om. Want we gaan nog een kaart zoeken. En jij mag dobbelen. Vandaag. Ja. 8.
Alles in de kaart. Jij zegt 8. En wil je van boven tellen of van beneden? Doe maar van boven. Van boven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, eerlijk hè? Sowieso, ja, ja. Dus we hebben een schoppen aas aan de achterkant die strak rood is. Ben je met me eens? Oké. Okay. Envelopje ligt al de hele tijd. Je had elke kaart kunnen kiezen, want je had van boven kunnen tellen, van onder kunnen tellen, zelf gedobbeld. Ja. Dat twee keer toe. In het envelopje zit één kaart. En laat het nou toevallig een schoppen aas zijn. Met nou, dat is wel heel toevallig. Gooi achterkant. Dat is wel heel toevallig. Mooi. Ja, dat is zeker een mooi ding. Ik zag deze truc. Ja, jij zag hem, je zegt... Ik was eventjes voorbij. Dat is een hele mooie truc. Als je weet hoe die werkt, is hij ook mooi. Maar dat is, ja, ik vind hem wel mooi. En moeilijkheidsgraad? Ja. Peanuts. René kan het, dus dan valt wel mee, denk ik. Oké, okay, ga zo na deze update. Het is waarschijnlijk de laatste keer jullie leren. Nee. Maar deze is niet, nee, is heel makkelijk. Niet moeilijk. Nee, is heel makkelijk. In principe, je zou hem kunnen... resetten waar de mensen bij zijn, zou niet zo logisch zijn. Maar het kan wel, als je kaarten terugstopt in het spel, op de juiste plek, dan kan dat. Maar in principe, ik zou het gewoon even opbergen en dan even resetten daarna. Echt gemakkelijk te doen. Fortitude van David Jonathan, elke zaam. 41,95. Compleet trouwens, hè? Dobbelsteentjes. Dobbelstenen kunnen per set verschillen, want ik denk dat ze die ook ergens vandaan halen. Kaartspellen zijn ook allemaal verschillend, de doosjes ook allemaal verschillend. Ja. Want de spellen worden gemaakt... van allemaal verschillende spellen, dus het is net welke doosje dat jij krijgt. Aanradertje dus. Ja. En dat voor de prijs van 41,95. Ja, nee, dat is niks van te zeggen. Dat vind ik echt niet te veel. Een prachtige truc. Ja. Verkoopt ook al goed, moet ik zeggen. Daar hebben we veel van verkocht. Dan is het nog 1 week en 2 dagen tot het Dutch Festival of Magic, waar... ik ben in ieder geval aanwezig donderdag, vrijdag, zaterdag. dat erover dat je misschien donderdag even kwam kijken. Ik kwam donderdag waarschijnlijk. Misschien, hè. Dus als je met Leonard foto wil. Of met René. Dan kan dat ook. Maar ik ben er dus in ieder geval alle 3 dagen. Zou je daar naartoe komen? En heb je denk je van, goh, ik heb iets gezien nu. Of in de webwinkel of waar dan ook. En ik zou dat graag daar willen zien. Stuur mij even een mailtje. Kijk, ik breng natuurlijk veel mee en veel nieuwe dingen. Maar 1, er raken dingen op daar. 2, ik neem bepaalde dingen niet mee. Omdat er gewoon te veel spullen zijn om alles mee te nemen. Dus als je niet teleurgesteld wil zijn en voor mijn stand staat en zegt met een briefje. Ik had graag dit. Die heb ik niet meegenomen. Oh, dan. En deze. Ja, die heb ik ook niet meegenomen. En deze. Net uitverkocht. Stuur mij een briefje. Het is allemaal vrijblijvend. Stuur mij een briefje. Stuur mij een mailtje. Het is allemaal vrijblijvend, dus wat wij voor je meenemen is niet dat je het per se moet kopen. Maar dan hebben we het in elk geval bij ons. Daar gaat het om. Ja, en als je zegt van, het is toch een beetje te ver Ede of ik wil niet naar die René. En je denkt van, ik wil toch naar Leon. Zien. Donderdag zijn we dicht. Ah ja. Vrijdag. Heel goed. En zaterdag zijn wij gewoon open. Ja, dus tijdens Dutch Festival of Magic, behalve Hemelvaartsdag inderdaad, ja. Gesloten, is de winkel gewoon open. Dus je kan hier ook gewoon terecht. En dan, de week na het Dutch Festival of Magic, hebben wij op dinsdag 4 juni Michael Emmer. Ja, de kaarten koopt ook prima, maar er zijn nog plaatsen, we hebben ook een grote zaal. Laatste Europese Tour, dat heb ik al eerder aangegeven, van Michael Emmer. Wil je zijn allerbeste trucs nog zien, wil je hem nog een keer ontmoeten, dit is je kans. €20 kun jij erbij zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze plotselinge update. Ja, ik heb nog één trucje, maar dat moet ik even voorbereiden nog. Ja? Heb je echt een truc? Jazeker. Wat moeten we daarvoor doen? Even stopzetten? Ja. Oké. Okay. Ben ik heel benieuwd. Oké, okay, is goed. En dat was even knip, want het voorwerp wat wij nodig hadden was... Weggevlogen. Kijk. Denk je, hè? Ja. Hier is hij. Een lintje. Is er weer weggevlogen, wacht even. Oh, nee. En daar is hij. Kijk, de raket. Ik zal beide kanten even laten zien. Deurtje kan open. Deurtje kan dicht, laat maar raden. Ja, deurtje kan ook dicht. Kijk, ik zal je laten zien. Dat doen deurtjes. Ik zal beide kanten ook even laten zien. Ja. Kijk, het deurtje weer open. Dicht. Zo, ja. Dan heb ik hier een lintje. Lintje gaat hier via de achterkant. Door het bovenste gleufje. Kijk. Bijna in één keer. Zo. Ik zal nog even laten zien dat het eruit doorheen is. Zo. Deurtje dicht.
En wat ook mooi is, is als je het nu aan het lintje trekt, dan gaat hij langzaam door het deurtje heen. Hij smolt gewoon door het deurtje heen zo. Ja. Ik zal de andere kant ook even laten zien, dan denkt ze, ja, er is wat mee. Maar je kan ook zien, het deurtje kan openen en het lintje kan eruit. En het deurtje kan weer dicht. Makkelijk te doen. Ja, best wel. Als hij maar niet wegvliegt. Ja. Grappig zeg. Kost 8,95. Met Nederlandstalige instructievideo. Geen geld. Kun je het laten onderzoeken? Ja, het zou kunnen. Zou ik het doen? Nee. Zou het kunnen? Het kan wel. Ja. Maar, ja, het is, ik vind het verbazingwekkend genoeg zonder dat je dat doet. Mystic Rockets heet die. Ja. Dat was hem, de laatste. Dat was hem. Nou, met aangezien de raket weer terug op aarde was geland. Hebben jullie ook kunnen laten zien. Ja, tot de volgende keer. Of hier. Of in Ede. Of bij de volgende update. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Jo. Hoi. Hoi.